Ik ben trots op de Rode Beret. De Beret staat voor alles wat je ervoor hebt gedaan. En alles wat je er nog steeds voor doet. De Luchtmobiele Brigade is een snel inzetbare infanterieeenheid die ingezet wordt vanuit de lucht op het land om daar operaties uit te voeren. En dan begint het pas. Je kan niet terugvallen op voertuigen. Je doet eigenlijk bijna alles voornamelijk gewoon lopend met een tas op je rug. Ja, dat vereist wel een stukje gehardheid. We worden echt achter vijandelijke linies ingezet om daar kritieke punten in te nemen. Bijvoorbeeld een brug of een weg, zodat de main force voorwaarts kan. Ik ben luchtmobiele infanterist, als parachutist opgeleid en combat lifesaver. Sommige mensen hebben één baan, alleen voor mij voelt het soms alsof ik 10 kleinere banen in één heb. Ik ben wel ook mentaal sterker geworden in de opleiding. Je gaat gewoon steeds net iets verder. Steeds iets verder dan je dacht dat het eigenlijk mogelijk was. Je hebt 20 kilometer mars bij wijze van spreken en dan zeggen ze van, we gaan nog een keer. Ja, dat denk je bij jezelf, dat kan niet. En uiteindelijk, met behulp van de rest, dan lukt het toch. Kameraadschap, dat is wel wat ik zocht. Het was altijd wel een jongensdroom. Alleen het kwartje moest op een gegeven moment gewoon vallen. Dat ik echt gewoon een moment had van, nu ga ik het gewoon doen. En uiteindelijk ben ik gewoon heel erg blij dat ik die keuze heb gemaakt. Ik ben Tim. Ik ben militair bij de Luchtmobiele Brigade.